In de vorige video vertelde Sandra jullie over wie waar zit in de statenzaal. In deze video leggen we je uit hoe het er in die vergadering aan toe gaat. Dus blijf vooral kijken. In de statenvergadering praten de statenleden over allerlei onderwerpen. Soms zijn de politieke partijen het al vooraf met elkaar eens. Dan is het onderwerp al uitgebreid besproken in de commissievergadering. Er kan dan meteen een besluit worden genomen en zo'n stuk heet een hamerstuk. Maar er zijn ook bespreekstukken. Bespreekstukken zijn voorstellen waar partijen het niet over eens zijn. Daar wordt in de vergadering een debat over gevoerd om tot een besluit te komen. De vorm van het debat is altijd hetzelfde. Eén persoon per partij krijgt eerst het woord. De woordvoerder stelt vanaf deze plek de vraag aan de gedeputeerde. De gedeputeerde reageert hierop. Dit noemen we de eerste termijn. Soms willen ze nog verder praten met elkaar of discussiëren de statenleden onderling. Dat noemen we de tweede termijn. Soms is het zelfs zo dat ze dan nog niet klaar zijn, dan komt er een derde termijn. Uiteindelijk stemmen ze over het voorstel, bijvoorbeeld meer geld voor cultuur. Als de statenleden voor het voorstel stemmen, hamert de commissaris van de Koning het voorstel af. Bedankt voor het kijken.